Er was eens een hele poos geleden, toen jij en ik nog niet bestonden, een jonge graaf die Johannes Willem Frederik Carolus van Zwartewaal tot Stortwegen heette. Maar we noemen hem Jan, want anders heb ik veel te veel woorden nodig en dan krijg je dit verhaal niet uit voordat je ouders roepen dat het eten op tafel staat. Op een frisse dag in de lente werd Jan, keurig van binnen en keurig van buiten, door zijn vader naar de stad gestuurd, want het was tijd dat hij een meisje vond om mee te trouwen. Neem het familieservies maar mee, Jan, zei vader van Zwartewaal tot Stortwegen. En kom pas terug naar huis als je er hebt gevonden, hè? Het meisje dat weet hoe het hoort. En kijk uit dat je niks breekt. Het nieuws ging sneller door de stad dan de jonge graaf zelf. Jan zoekt een meisje. Eerst gaat hij bij alle meisjes eten en daarna mag de allerliefste met hem trouwen. En hij brengt spulletjes mee om het gezellig te maken. Leuk, hè? Overal, in bijna alle huizen, gingen de meisjes bij het raam zitten om te wuiven en te glimlachen als Jan in aantocht was. Alleen in een klein huis aan de rand van de stad zat er niemand bij het raam. En toch woonde er ook daar een meisje, helemaal alleen.